Waarschuwing, deze aflevering kan uitlopen tot maximaal een uur. Hou daar rekening mee. Goedemiddag allemaal en welkom terug bij deze nieuwe aflevering van Let's Play Terraria. Ik ben er weer, ZeldaPlay20. In de vorige aflevering hebben wij voor de eerste keer een Frostmoe gezien. En in deze aflevering gaan we daarmee verder en ik ben één ding vergeten. Dus ik ben zo bij jullie terug in een seconde. Sorry daarvoor, ik was helemaal mijn LPV-potion vergeten. Oh, wat ben ik toch een slimmerik. Goed, ik heb een LPV-potion bij me. Wat we gaan doen is we gaan enorm veel farmen hier in deze aflevering. En met farmen bedoel ik, we gaan Plantera verslaan, we gaan de Wall of Flash verslaan. We gaan hopelijk nog een solar eclipse meemaken. Er zijn heel veel dingen die we moeten doen. En het eerste wat ik ga doen is eventjes kijken of ik ergens een Plantera bulb kan vinden. Dus ja, we gaan beginnen dus zeg maar met Plantera te verslaan. Plantera bulb, daar zie ik er een, naast een life crystal. Hoe komen we daar het snelst? Waar ben ik? Ik sta helemaal erboven, denk ik. Of niet? Waar sta ik? Jongens. Oh, ik sta helemaal daarboven, ja. En daar zit hij. Dus dan moet ik zo eigenlijk die andere richting eigenlijk op. Weet je wat? Ik zie jullie bij de Plantera Bulb. Oké, het is een hele kleine locatie waar dat we moeten vechten. Maar het interesseert me niet, want wij hebben namelijk onze Flareon. Dus wij gaan gewoon heel erg veel plezier hebben met Plantera. Hoppakee. Dit zal niet te lang gaan duren, denk ik. Even toch een beetje de helft in de gaten houden. Oh, oké, ze is boos. Ik ben bang dat ik toch een health potion nodig ga hebben. Oké, nou ben je al dood. En die is dood. Mooi, we hebben hem gekregen. Want wat we dus nodig hebben zijn twee temple keys. Oh, we hebben een life root gevonden. En wat heb je gedropt? De Furious Leaf Blower. Ik schiet blaadjes, weet ik veel. Oké, nou, we hebben er in ieder geval eentje weer kunnen verslaan. Dus we hebben één temple key. Dan moet ik nog eventjes snel een tweede vinden. Deze bazen, die stellen echt helemaal niks meer voor. En echt, ik deed... Serieus, jongens. Laat me nou zelf even maar rust, ja? Ik ben heel eventjes aan het zoeken naar een andere Plantera boss. Want we moeten heel erg veel farmen buiten alleen maar Plantera. Dus, ja. Laat me nou zelf eventjes maar rust. Laat me nou zelf eventjes gewoon eventjes zoeken naar Planteras, ja? Mooi. Even kijken, jongens. Zie ik hier nog zo'n mooi Plantera bobje ergens liggen. Eeny, meeny, miny. Wat is daar? Dat is een ruby. Wat is daar? Plantera bob. Oké, wij staan nu daar boven, denk ik. En hier zit er eentje. Makkelijke weg om daar te komen. Ik zie jullie in een seconde als ik er ben. Oké, nou hier hebben we wat meer leefruimte. Dus hier kunnen we wat meer rondvliegen. Eventjes gelijk eventjes een shine potion erbij gooien. En is hij al wakker? Waar ben je? Oh, daar ben je. Hallo. Kom eens eventjes gezellig meespelen. Oh, wat leuk. Al dat damage die je krijgt. Serieus, je stelt niks voor jij. Je bent een lachertje, Plantera. Niemand mag jou. Oh, Plantera, wat krijg jij toch veel schade. Ja, bij jou heb ik geen health potion nodig. Want ik heb hier genoeg ruimte om te dodgen, hoor. Ach, Plantera toch. Oh, ik heb medelijden met Plantera. Oké, nou, alles valt hier wel heel erg diep. Oké, we hebben deze keer eigenlijk gekregen. Nog een leaf blow dinges. Oh ja. Even kijken. Hebben we nou twee temple keys? Ja, we hebben twee temple keys. En Godly Flower. Oh, die staat gewoon omdat die gezet. Oké, nou, maakt niet uit. Magic Mirror. Oké, nou, die hebben we. Dus wat we dan nodig hebben zijn, als ik me niet vergis, twee Souls of Might. Twee... Oh nee, we hadden er vijf nodig, hè. Dus 15 dan. Zo. Waarom 15? 10 gewoon. Kan ik nog rekenen vandaag, jongens? Oh. 10 Sight en 10 Fright. En dan hebben we dus zeg maar 10 nodig. En dan gaan we naar de Kiemold. Belangrijke zooi. En als ik die dan hier plaats, dan zien wij hier de Frozen Key. En de Hallowed Key. Hallo. Oké, ik zie jullie bij de dungeon. God, dit farmen gaat snel. Oké, hier nou aangekomen bij de dungeon. Ga ik heel eventjes kijken of wij die kistjes makkelijk kunnen vinden. Want dat is een bookcase. Ja, die Sharknado die houdt alles wel bij ons. Even kijken, volgens mij staat een water candle daar. Wat hebben we daaronder nog staan? Een tombstone. Oh ja, we zijn er dood gegaan, hè. Oké, hier hebben we niet echt geëxploreerd. Dat is een water candle. Dat is een bottle. Normaal gesproken kun je die kisten dus zeg maar heel erg goed zien hier. En wij zoeken dus de Frost Chest en de Hallow Chest. Maar ik weet niet meer precies uit het hoofd waar dat die precies zaten. Dus ik ga heel eventjes zoeken. En ja, ik weet het heel erg veel geknip en geplak. Maar hey, het is een farm aflevering.
Nou, ik zie ze niet zo 1, 2, 3 op de kaart staan, dus ik heb... wat lag daar? Mummy pants. Juist. Nou, ik heb ze niet op de kaart gevonden, dus wat we gaan doen is we gaan gewoon door de jungle heen zoeken. En hopelijk dat we hem daar dus vinden. Dus, ja, ik zie jullie wanneer dat we de kisten vinden. Dus, tot zo. Hé, hey, hier hebben we de holokist al gevonden. Dat is alleen maar goed. En als ik me niet vergis, zit daarin... De Deadly Rainbow Gun. Oké, dat is alleen maar handig. Dus die nemen we gelijk heel eventjes mee. Oké, nou, de enige die we dus nou nog nodig hebben, dat is dus de Frost Chest. Dus hopelijk vinden we die snel. En daar is hij hoor. Onze Frost Chest. Hartstikke gezellig. En daar vinden wij dus... Ga er, Gijs. Hallo. Je staat aan de verkeerde kant. Sta je aan de verkeerde kant? Zeker weten? Maar maakt niet uit. Oké, loot al. Hier hebben we dus zeg maar de Deadly Staff of the Frost Hydra. Die kunnen we oproepen. En die is dus zeg maar voor de summon. Dus ja, we hebben hier alles wat we nodig hebben. Dus, oh nee, ik wou dat kistje nog pakken. Ik ben zo terug. Heb eens. En... Weg hier. Oké, nou. Dus, wij hebben alle vier de speciale kistjes... te pakken gekregen. Nou, we hebben dus zeg maar al een beetje van het farmen gedaan, maar er is nog een heleboel te farmen. Ik doe wel eventjes mijn inventory kleren en ik ga jullie vertellen wat de bedoeling is. Oké, first things first. Wat ik jullie natuurlijk eerst wil laten zien is hoe dat deze nieuwe wapens die we dus hebben gevonden, hoe die werken. We hebben dus zeg maar de Rainbow Staff. Nou, zoals je ziet, die schiet een regenboog. Maar dan vraag je natuurlijk af, waarom is zo'n regenboog zo speciaal? Nou, je ziet hoe lang dat die blijft hangen. Dus laten we wel eventjes kijken. Ja, nou gaat het pas weg. En alles wat die regenboog raakt, sterft gelijk. Of ja, sterft gelijk. Krijgt heel veel schade. Zoveel schade als dat hij zegt dat hij zal doen. Dus wat we nou van plan zijn, is ik ga de eerste farming starten. Wij moeten namelijk de golem nog een paar keer verslaan. En dat is om de sunstone te... De sunstone te pakken te krijgen. En de reden waarom dat we de sunstone nodig hebben, is dus zeg maar om de celestial stone te maken... die nodig is voor ja, een van de beste items die je ook kan krijgen als accessoires. Omdat dat geeft een buff naar alle stats. Dus zorgt voor sterkere defense, sterkere aanval, sterkere critical hit chance. Dat je sneller bent. Noem maar op, kan van alles zijn. Dus daarvoor is de sunstone heel erg belangrijk. Want we hebben de sunstone en de moonstone nodig. De moonstone kunnen we alleen maar tijdens een solar eclipse te pakken krijgen. Maar we moeten dus de golem gaan verslaan. En wat dus het allerbelangrijkste is, is dat we dus power cells, want die hebben we niet meer, te pakken kunnen krijgen. Dus de enigste manier om in de PC-versie en volgens mij ook in de console-versie power cells te krijgen, is om naar de jungle dungeon te gaan en daar vijanden te verslaan totdat je dus eindelijk zeg maar die items zeg maar krijgt. Ik geloof in de app-versie dat je daar het wel voor elkaar kan krijgen om dat je ze zeg maar te kan maken, die power cells. Maar dat weet ik niet zeker, aangezien dat ik daar niet bekend mee ben. Dus, nou, de regels bij deze aflevering is, ik ga de timer eronder aanzetten. En wat we gaan doen is, we gaan maar maximaal 30 minuten farmen. En dan hoop ik dat ik dus genoeg power cells te pakken kan krijgen. En... dan gaan we door naar de volgende farm waar we naartoe moeten. Dus ik zie jullie in de dungeon, denk ik dan maar. Oké, nou, ik ben hier ondertussen eindelijk aangekomen. Nou, zoals ik al zei, hier maximaal een half uur. De sunstone heeft een 1 op 8 kans om te droppen, zeg maar, van de golem. Dus wat ik ga proberen te doen, is ik wil proberen 8... ja, 8 van de power cells te pakken te krijgen... een power cell heeft 2% kans op te droppen van een lizard. Dus laten we maar hopen dat we die zo snel mogelijk vinden. Dus ja, de timer die staat aan. Maximaal een half uur. Battle potion engaged. Ik zie jullie als we ze hebben. Hopelijk duurt het niet te lang. Oké, nou, we hebben ontiegelijk vaak op en neer gerend. En ik zie hier dus eindelijk zeg maar dat we dus... ja, we hebben heel veel mimics ook gevonden. Maar op hoe lang zitten we nou?
22 minuten. Nou, we moeten hem nog 6 keer verslaan. Dat moet in 8 minuten te doen zijn. Zoals ik al zei, we hebben maar een half uur de tijd. Dus even snel de inventory clearen. Materiaal daar. En die daar. Resources daar. Die daar. Ingrediënten. Ammo. Ja, heel veel te verkopen. Heel veel te verkopen. Oh, zoveel ook farm zie ik. Oké, nou, pixie dus niet nodig. Die hebben we niet nodig. Die hebben we niet nodig. Die hebben we niet nodig. Torches hebben we wel nodig. Die hebben we niet 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 nodig. Kompas hebben we niet nodig. Die hebben we niet nodig. Hebben we al lizard banners gevonden? Ik zie ze nergens hangen. Ja, we hebben echt van allebei hebben ze ook gewoon de banner te pakken gekregen. Zo erg is het. Oké, nou, die erbij. Goed, dan gaan we naar de bosses. Pak maar de demon altar. Ik denk dat ik hem gewoon boven de trap hier neer ga zetten. Ik hoef het nog niet eens voor een fast forward neer te gooien dankzij de flower arm die we hebben. De flower. Dus, ja. Wat ik nou ga doen, is ik ga hier dan de demon altar bovenop zetten. Kan ik die hier bovenop zetten? Tuurlijk kan ik dat. Oké, nou, even de trap even aanzetten. Roep hem maar op. Oh, spring ze naar beneden, dankjewel. Oké, nou, dit wordt een eitje. Dit wordt een eitje. Dit wordt een eitje. We hebben hem nou al bijna. Ik zou nou eigenlijk al eventjes voor de grap ook eventjes de Rainbow Gun laten zien hoe dat precies werkt. Dus, waarom ook niet? Ik bedoel, we hebben alle tijd. Nou ja, we hebben niet alle tijd. We moeten hem zo snel mogelijk verslaan. Vergeet niet, we hebben 1 op 8 kans dat er zeg maar een Sunstone gedropt wordt. En dat ziet er niet uit als een Sunstone. Ah, vervelend. Oké, nou, ik moet heel eventjes regenereren, dus geef me een seconde. Hangen. Oké, nou, die regenboog die blijft er wel eventjes hangen. Tijd voor de flare run te gebruiken. Oh, jij bent zo makkelijk. 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 Wat is de probleem? Kan je me niet raken, joh? Kan je me niet raken? Ben ik te snel voor je? Ben ik te snel voor je? Oh, 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 wat zielig. Oké, dood. Wil je eens zo te zien? Stinger. Stingerbolt. Nee, oké. Nog een keer. Kom maar. Hup, doorgaan. Doorgaan. Hoppakee. Naar beneden. Oké, dit gaat eigenlijk best wel snel. Zo. Gewoon een beetje zo op en neer blijven dashen. Zo. Raakt hij ons bijna niet. Ah, een vuurballetje doet mij 1 schade. Wat leuk. Kun je nagaan dat we hier nog problemen mee hebben gehad. Dat dit ding mij gewoon een paar keer heeft gekild. Maar mag ik alsjeblieft de Sunstone, jongens? Dat is het belangrijkste. Ik weet dat we maar 1 op 8 kansen tot we hem krijgen, maar serieus. Oh boy. Golem Mask, Beetle Husk, ik zie niet. Wat is er? Helemaal niks? Even kijken hoor. We hebben de Stinger, hebben we. De masker, we hebben weer een Pixar te pakken gekregen. En we hebben nog 1 Manic Staff, dus we kunnen hem nog 3 keer doen. Hoe zitten we in de tijd? Ah, dat lukt ons wel. Hoppakee. Misschien zou ik zo'n flash moeten gebruiken, maar we ponen hem al eigenlijk zo hard. Dus dat zou ik eigenlijk best wel zielig vinden als we dat zouden gaan doen. Oké, de Blood Moon is rising. Oh, wat een perfect timing. Gaan we de Blood Moon nodig hebben? Nou, we kunnen battle potions van Blood Moons maken makkelijk, hè. Dat is eigenlijk het enigste. Jongens, ik ben bezig met een battle, dat zien jullie toch. We hebben Sunstone, we hebben hem, we hebben hem, we hebben de Sunstone. Mooi. Oké, nou, ik ga me eventjes voorbereiden op de volgende farm die we moeten doen. En nou dat er een Blood Moon aan het rise is, kunnen wij heel erg makkelijk Deadweed Seeds krijgen. Dus ik ga heel even offscreen, heel eventjes langs die, langs de corruptie biome. En hopelijk dat we wat corruptie seeds te pakken kunnen krijgen. Ik zie jullie in een seconde. Oké, inventory die is weer geleegd. De Blood Moon die is voorbij. Ik heb enorm veel Deadweed te pakken gekregen en Deadweed Seeds die ik al geplant heb. Om dus Battle Potions te kunnen maken voor de preparaties van de laatste week. Ah, zoveel voorbereidingen. Maar nu is het dus nog heel erg belangrijk dat we het dus voor elkaar gaan krijgen. Om dus de Warrior Emblem en de Ranger Emblem te pakken te kunnen krijgen. Ik heb in de inventory gezien dat wij nog een Mage Emblem hebben. Dus daar hoeven we ons geen zorgen over te maken. Maar om dus nog een melee emblem te krijgen, dat zal alleen maar geweldig zijn. Omdat dat onze class nog eens een keertje zou buffen met 15% extra. Er is nog steeds geen solar eclipse gebeurd, jammer genoeg. Daar baal ik gruwelijk van. Maar ja, je kunt er helaas niet alles hebben. Dus, maximaal een half uur. Start. Want we hebben dus zeg maar voodoo-guy dingetjes nodig. Dus battle potion commencing. En laten we maar hopen dat we zoveel mogelijk voodoo-dolls krijgen. Oké, nou, de eerste die is binnen. Asher, het spijt me, jongen, maar we moeten toch weer afscheid van je nemen.
Want we hebben een wall of flesh nodig. Oké, nou, laten we eens even kijken. Hoe lang gaat dit duren? Hoe lang gaat dit duren? Vergeet niet, dit is een pre-hard mode boss, dus... Dit heeft geen kans. Heeft geen kans. Oh, ik vind dat zo zielig. Oh, oké, wat hebben we? We hebben een Ranger Emblem. Oké, nou, dat is nogal eentje. We hebben alleen nog maar de Warrior Emblem nodig. Dit gaat goed. Dit gaat zeker goed. Hier ben ik zeker tevreden over. Oké. Nou, sorry Asher. Oh, echt. Ik vind het zo vervelend dat we Asher hebben. Oh. Ja, we hebben die emblems nodig. Oh, ik vind het zo vervelend voor hem. Oh, ik voel me nou zo gemeen. Oh, wel. Nou ja, ik ga kijken of we dus zeg maar nog zo'n voetbal. En hopelijk hoeven we er dus... Ja, nou, we hebben nou Marty. En Marty, die gaat gelijk zeg maar ons volgende slachtoffer worden. Want wij gaan gelijk de volgende Wall of Flesh oproepen. En hopelijk kunnen we dit dus heel erg korte tijd doen. Dus dat zou alleen maar geweldig zijn. Oké, nou, eventjes... Oh, er ligt nog 12 golden coins die we niet op hadden gepakt. Oké, nou, dan gaan we weer eventjes naar beneden toe. Hallo. Jij doet eigenlijk best wel pijn. Jij doet heel erg veel pijn. Wil je dat niet doen, alsjeblieft? Auw. Oké, nou, sorry, Marty. Maar, ja, we hebben echt nog een Warm Emblem nodig. Dus, here we go. Hallo, Wall of Flesh. Oh, dit is toch niet... Dit is toch veel te makkelijk. Ik wil laten eens een keer erom. Ik wil gewoon er één doen. Oké, jij dan? Boven. Ja, duurt veel te lang. Hoppakee, sterf. Sterf. Hallo. Goed zo. En hebben we de warrior? Nog een ranger. Nee, net zo lekker. Problemen mee, spel. Kom op, Terraria. We hebben geen twee rangers nodig, hè? Oh. Weer zo'n doodle. Wat zeg jij? Hatsch. Je hebt nog niet eens een voodoo guy doll bij je. We zijn eigenlijk zo snel dat we nog niet eens fatsoenlijk van de muziek kunnen genieten. Dus, oh, dat is echt best wel jammer. Maar goed, ik zie jullie wanneer dat we de volgende Wall of Flesh krijgen. Ik bedoel, ik hoef nog niet eens een fast forward te doen, want echt binnen een seconde hebben ze nou neer. En we hebben er weer één. Dus volgens mij was Steve gearriveerd. Nou, het spijt me zeer, Steve, maar Steve has to leave. Oké, nou, we hebben de Wall of Flesh nummer 3. En de eerste battle potion die is nou ook voorbij, dus op zich niet zo erg. Oké, nou, Wall Flesh. Het was gezellig dat je er was. Oké, wat hebben we? Zeker hier allemaal ondergevallen. Laten we even kijken. En Murderous Laser Rifle. Ah, flame. Now it's Ryan time. Dat is onze nieuwe guy, die heette Ryan. Dus ja. Yeah. Nou, mag ik alsjeblieft een Warrior Emblem? Dan zijn we hier ook weer mee klaar. Dan zou ik heel erg blij zijn. En poef! Baas erop kijken. Oh, nou heeft hij mijn... Nee, heeft hij mijn gaatje? Nou, maakt niet uit. Waar hebben we? Healing Potion. De Breaker Blade. Ik wil geen Breaker Blade. Ik wil dat stomme Warrior Emblem ding. Oh. Spel, waarom haat je mij zo? Oké, nou, de dag die is weer aangebroken. We hebben 4 voodoo dolls te pakken gekregen. Dus, hopelijk krijgen we de Warrior Emblem voordat ons half uurtje voorbij is. Dus, go. Hallo, Wall of Flesh. Geef jij mij de Warrior Emblem? Tuurlijk wel, hè. En je bent al dood. Mooi. Goed. Heb jij voor mij de Warrior Emblem? Een happy assault rifle. Meh. Breaker Blade again. Oh, verdurrie. Het zit ons niet mee, kijkertjes. Het zit ons absoluut niet mee. Maar ja, we hebben nog een beetje de tijd. Dus laten we maar hopen dat hij zo snel mogelijk toch dropt. Want we hebben weer een extra voodoo doll te pakken gekregen. Dus wat ik ga doen... Oh, er komt weer een voodoo doll aan. Is, ik ga alleen nog maar de voodoo doll... Oh. Ik ga alleen nog maar de voodoo doll, zeg maar, nou gebruiken. Volgens mij hadden we nog geen nieuwe guide. Even kijken. Overdag spannen ze wel. Dat is wel het voordeel. Dus ja, laten we maar hopen dat we hem nog te pakken kunnen krijgen. Oh boy, jullie zijn gemeen.
Oké, nou. En weer een... Die hebben we al zoveel. Nou ja. Fire Blossom, die mag dan weg. Ik moet je kijken hoeveel Magma Stones. Heel mijn inventory, die zit chonk en chonk vol. Oh boy, oh boy, oh boy. Dus, ik heb niks gezien, nee. Nou ja, ik zie jullie weer bij de volgende Wall of Flash. Warrior Emblem, we hebben hem! Oh, nou, dat heeft ook voor eeuwen geduurd, zeg. Nou, kunnen we eindelijk boven ons gaan komen. Nou, we hebben helaas dus nog steeds geen solar eclipse. Ik zet deze gelijk al eventjes al staan. Dat is net zo makkelijk. Of doen we nou 109 en zonder hem? 95. Ah. Dat scheelt er een heleboel. Wat doe jij nou? 118. Dit is echt het ultimate... Oké, nou, in ieder geval, we hebben dus de melee set, die hebben we compleet. De ranger set hebben we compleet. Het enige wat we nog nodig hebben is voor de mage. Ja, het enige wat we eigenlijk nog nodig hebben is dus, zeg maar, voor de melee hebben we dus... Ja, we hebben echt een solar eclipse nodig. Voor de mage hebben we, ja, ook eigenlijk die celestial stone wel nodig. En we hebben dus nog de... hoe heet dat, Kreng? De moonstone hebben we nog nodig. En die komt dus alleen maar tevoorschijn bij een... ja, bij een Blood Moon. Of bij een Blood Moon, bij een Solar Eclipse. Dus we hebben echt een Solar Eclipse nodig. Dus wat ik nou ga doen is... Ja, we hebben ontiegelijk veel geld te pakken gekregen. Wat ik nou ga doen is... het makkelijkste wat we nou aan kunnen pakken... Is tot wij... één Pumpkin Moon gaan doen. En hopelijk tot wij een Necromancer Scroll te pakken gaan krijgen. Dat is namelijk voor onze Summon Armor... Voor onze Summoner trial voor een... Ik geloof tot dat een donderdag gaat worden. Dus we gaan toch een Pumpkin Moon eventjes doen. Hopelijk voor een paar leuke, voor een leuke aanvallen. Dus wat ik even ga doen is... Ik ga heel eventjes snel zorgen dat mijn inventory... Oh, we hebben nou Jake vertaan. Nou, hoi Jake. Welkom. We hebben Asher gehad, we hebben Brian en nu hebben we dus Jake. Maar goed, ik ga dus heel even snel mijn inventory kleren. Eventjes snel alles verkopen wat we niet nodig hebben. En ik zie jullie dus zeg maar wanneer dat het avond wordt en wanneer dat wij de Pumpkin Moon kunnen oproepen. Dus tot een seconde. Oké, nou ik heb heel eventjes veel geld verbrast. Oké, het is nou bijna avond, dus het ja, mag wel heel eventjes gezegd worden. Ik heb heel eventjes heel erg veel geld verbrast, zoals jullie dus zien. Ik had 7 platinum coins, ik heb er nog maar 5 over. Dus nou ja, op zich hebben we nog heel erg veel. Ik heb namelijk heel eventjes de setup veranderd. Ik heb namelijk de Lucky Warrior Emblem, die heb ik critical strike chance gegeven. De Fire Gauntlet heb ik 4% damage extra gegeven. De Shoes, die had defense, die heeft nou critical strike chance ook 4%. Deze die heb ik gewoon op 3 defense gehouden, tot wij dus nog steeds 68 defense houden. En deze die staat op 3% damage ook nog eens een keer erbij. Dus nou doen we een totaal van 110 melee damage. Plus nog eens een keertje wat ons battle potion gaat geven. Plus nog eens een keer wat we gaan krijgen van onze beetle armor buff. Dus laten we maar hopen dat we dus zeg maar zoveel mogelijk pot kunnen krijgen. En dit wordt bijna zeg maar de... Dit is nog niet officieel. Dat zeg ik er al even bij. Dit is nog niet de officiële run. Want het enige wat we hier te pakken willen krijgen is dus zeg maar... De Necromancer Scroll die volgens mij van de Menacing Hood afkomt, maar dat weet ik dus niet zeker. Dus laten we maar hopen dat we hem te pakken gaan krijgen. Ik heb mijn buffs toch bij me, dus ik denk dat alles wel goed gaat lopen. Dus op het moment dat het nacht komt, sluiten we deze farm... Nou ja, we sluiten hem nog niet helemaal af, want er is nog één ding wat ik wil maken. Maar we doen nog een Pumpkin Moon, dus waarom ook niet. Ik zal die timer al even weghalen snel. En we doen dus nog één Pumpkin Moon om te gaan kijken of we dus, zeg maar, ja, die Necromancer Scroll te pakken kunnen krijgen. Dat zou heel fijn zijn. Het is nog steeds jammer dat we geen Solar Eclipse hebben gehad. Maar ja, dan ben ik dank dat dat dus helaas offscreen gedaan moet worden. Maar ja, ik neem de offscreen sessie op voor alles wat we nog nodig hebben. En het is dus nog één Broken Hero Sword en dus de Moonstone die van de Vampires gedropt wordt. Dus laten we maar hopen dat dat ook allemaal goed gaat lopen offscreen. Maar nu, zonder enig oponthoud... Het zou mooi zijn als het nou ook echt zou gebeuren. De Pumpkin Moon. Met traps. En enorm veel buffs. Kom op. Daar gaan we. Oké, de buffs zijn erin geplaatst. Komt u maar. Oh, al de damage die we nou gaan doen. Dit echt zoveel. Nou doen we nog veel meer damage dan wat we eigenlijk al eerder deden.
Dus dit wordt echt alleen maar... Dit wordt geweldig. Oké, onze trap doet zijn werk. Oké, nou, dan kunnen we eventjes naar deze kant op. Oké, gelijk naar wave 2. Alles wat daar beneden valt verbrandt niet, dus daar hoeven we ons geen zorgen over te maken. Maar volgens mij werd de Necromancer Scroll gemaakt, of ja, gedropt door onze... ja, door die boom, zeg maar. Dus oké, nou, ik sla jullie wel eventjes zo eventjes tegen de vlakte aan. Oké. Even zo. Oké, daar komen de Hellhounds. Oké, dan wil ik eventjes terug. Oh, hallo. Oké, heeft 3. Oh, echt al die damage die we nou doen. 30% increase. Hoeveel doet hij dan? 132! Oh, wij zijn nou echt zo overpowered als we zijn kan. Oké, nou even jullie even snel killen. Kom op jongens, we hebben we hebben die waves nodig van de Morning Woods. Daar komt hij. Oké, waar is de eerste Morning Wood? Hallo. Willen jullie alsjeblieft even laag blijven? Ik weet dat jullie hoog kunnen springen, maar dat maakt mij niet uit. Morning Wood. Nu buiten spelen. Oké, daar is hij. Oké. De damage. Oh, echt. Ik zie zoveel crits. Moet je kijken. Zo vaak de 200 hier voorbij zien komen. Oké, nou. En ik heb hem nog niet. Dat is jammer. Oké, nou. Laten we eens heel even kijken. Ik zie hieronder ook een heleboel voor. Jawel, ik pak het gewoon even zo op. Oké, even alles opgepakt hier. Even helemaal doodgaan alsjeblieft. Jullie ook. En daar hebben we weer een Morning Wood. Als jij even die val in wil gaan, dan vind ik het helemaal prettig. Dat is helemaal geweldig. Oké. En... Pak het! Ik moet wel een beetje opletten. Oké, doe maar even een health potion voor de zekerheid. Oké, nou... We gaan echt sneller door de waves heen nu, dat zeker. Dat valt mij wel op, dus dat is alleen maar gunstig. Oké, nou jullie kunnen daar nog niet gepakt worden door de booby trap, maar dat maakt niet uit. Zijn er nog een paar Morning Woods? Ah, daar is er nog eentje toevallig. Hallo Morning Woods! Oké, nou ga dan eens even dood. Dank je. Ah, dat pakken we zoveel. Oké, de pumpkins, die zijn ook gearriveerd. Hallo! Oh, we doen jullie zoveel damage. Nou, echt. Oké, nou. Dit is alleen maar gunstig. Kun je nagaan als we de Moonstone nog te pakken gaan krijgen? Want hoe devastating dat wel niet zou worden. Oké, er heeft boeiend gedropt, zo te zien niet. Ik zie hier een heleboel doodles beneden. Ik zie daaronder ook een Morningwood staan. Dus wij slaan hem gewoon heel even. We slaan hier alles ondertussen. Oh, daar hebben we weer een Pumpkin. Hallo! Hallo! Jee, ook heel eventjes... Uh-oh. Ja, eventjes... absorberen. Eventjes alles te pakken van de bubbeltjes. Zodat jij doodgaat en zodat we je hartjes kunnen absorberen. En tot wij ze dus zeg maar kunnen gebruiken in onze inventory. Dat zal helemaal geweldig zijn. Oké, we zitten op wave 9. Gaat nog goed. Oké, komt u maar naar beneden. Oh boy. Bijna. Jij bent ook dood. Oké, we zitten op wave 10. Morning Wood zie ik hier. Oh, weer een Pumpkin. Hallo. Nou, als jij zo graag dood wil, vooruit dan. Ik speel het spelletje wel mee, joh. Zo, eventjes dit even pakken. Die bewaren we eventjes. Even hier alles oppakken. Even die Morning Wood eventjes uitschakelen. Hopelijk. Health heb ik nodig. En hard. Oké, en hoppakee, we zitten weer vol. Komt goed uit, want er komt net een Pumpkin aan. Hallo Pumpkin! Nou, ik heb nog geen Necromancer Scroll gezien. Wat jammer is, want die hebben echt eentje nodig. En dadelijk zul je zien dat we die al lang eigenlijk gevangen hebben. Maar dat ik die gewoon totaal vergeten ben om te checken of we die überhaupt wel hadden. Oké, wave 11. Oh boy. Morning moet met een vuuraanval. Oké, nou. Gewoon de bubbels. Gewoon de bubbels. Oké, die is ook er geweest. Oh, hallo Pumpkin. Oh, we doen echt zoveel schade. Dit is geweldig, jongens. Oh, dit is echt geweldig. Dit voelt goed, jongens. Oké, en jij bent ook het spel uit. Mooi. Hebben we weer eventjes een reserve helft daarboven liggen. Hoe zit het daaronder? Hebben we al een Necromancer Scroll? Ik zie nog niks. Even snel even alles pakken. Doet eventjes pijn, maar ja. Wie spullen wil pakken, moet pijn lijden. Oké, nou. Oh boy.
Zoveel doodles. Hoe is het met onze defense potion? Oh, die is uitgewerkt. Oké, okay, opnieuw. Zo, we zitten al op W12. Kunstig. Oh boy. Hallo Morningwood. Ik weet niet wat we allemaal op hebben gepakt. Dat is het ergste, jongens. Echt, ik probeer zoveel mogelijk te killen in zo kort mogelijke tijd. En ik heb helft nodig. Dank je. Oh, Pumpkin. Gelukkig heb ik nog health potions. Oké, nou. Jouw health zou ons heel even goed helpen. Dus zou jij zo vriendelijk willen zijn om eventjes je health te droppen? Dank je. Oh, ah, die doet pijn. 92 zeg. Oké, gewoon naar beneden schieten. Gewoon naar beneden schieten. Alles oppakken. Nou, we hebben echt vaak al een critical moment gehad. Maar zoals ik altijd al heb gezegd, in farm afleveringen wil ik geen deaths hebben. Dus wij gaan hier weer voor een perfect geen death moment. Oké, nou, ik zie weer vuur heel veel vallen. Oh, ben je dood? Jij bent dood. Mooi, even je health oppakken. We hebben weer health potions die we... Oh nee, we hebben nog 15 seconden cooldown. Have a dirty. Nou ja, ik zie nog heel veel health liggen. Dus... Oh, hallo Pumpkin. Ja, we hebben je gezien. Oh, mijn vliegje is op. Oh boy. Maakt niet uit, het gaat nog lekker. We zitten ook op full health, dus... Maar ja, dat kan in één keer... Als we een hele grove fout maken, kan dat in één keer behoorlijk hard vallen. Dus... Alles wat we niet gebruiken, houden we even vast. Oké. Vier zijn al even alles pakken. En hoppakee, omhoog, omhoog, omhoog. Even jou even killen. Zoveel pumpkins. Oh boy. Kom op, sterf. Sterf. Even die health even meepakken. En de nieuwe health even van jou laten liggen. Heel mooi, heel mooi, heel mooi, heel mooi. En daar hebben we weer nog een pumpkin. Oh, strategie jongens. Echt geweldig dit. Oh, echt zoveel damage die we doen aan die beesten. Hop, oké. Ben je dood? Nee, nog niet. Nu wel. W14. Oké, even jullie allemaal even killen. Oh, echt zoveel doodles hier. Moet je kijken hoeveel horsemen er hier wel mee rondhuppelen. Oké, kun je ook heel eventjes snel eventjes... met je broertje heel eventjes met me rust laten. Oh, jullie nemen echt alle bubbels gewoon mee. Daar ben ik echt blij om. Oh, die dingen die doen pijn. Even die helft hier oppakken. Oh, 105. Oeh, dat deed pijn. Oké, nou we zitten goed. We zitten goed. Jij bent dood, zo te zien. Ja, jij bent dood. Nou, jij nog. Jij bent ook dood. Mooi. Dan kunnen we jullie even weer vatten. Oh, boy. Zoveel van die horsemen, jongens. Moet je kijken. Oh. Een ravenstaff. Die heb ik nog niet gezien. Oh, moet je kijken hoeveel doodles hier wel niet beneden staan, joh. Nou, we raken ze allemaal. Dat is het grappige, maar... Oh, boy. Oké, gewoon... Gewoon dodgen die app. Gewoon blijven dodgen. Oh, Pumpkin. Die gaat weer voor. Moet altijd weer de aandacht op eisen, hè? Oh, 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 oh. Je moet altijd alle aandacht op eisen. Dat is niet lief. Dat is niet lief van jou. Leer eens een keer te delen. Oh boy, hij zit met de vuurpijlen. Is die morning window nog niet dood? Nee, kijk hoeveel horsemen hier wel niet rondhuppelen. Oh boy. Ik weet dat die Morningwoods wegrennen op het moment dat het... Oh boy, final wave en de dag is voorbij. Oh, jammer. Nou ja, ik zie je wel. We hebben een trofee! Oh, snijkies! Oh, willen jullie alsjeblieft even opdonderen? Kom op. Kom op, het is morgen geweest. Ga naar huis. Ga weg of zo. Oké, jij ook nog. Mooi, jij bent weg. Waar is dat? Dat is gewoon je hoofd. En daar hebben we niks aan. Oké, nou hebben we opgepakt wat we nodig hebben, jongens. Hebben we. Nou, ik zie hier nog een cursed sapling. Eventjes gewoon door de grond heen gaan, want dan komt mij het uit. Oké, hebben wij een necromancer scroll gekregen? Ik zie hem niet. Ik ben bang dat we dat dus helaas bij een farm moeten laten. Nou, we hebben weer een zo'n lazy bed scepter heb ik zie ik hier weer staan. Ja, we hebben dus zeg maar een morning wood trophy. Oh mijn god, het is de eerste keer dat ik een trofee heb te pakken gekregen. Oké, nou, ik wil dit ook eventjes oppakken, jongens. Een goblin army? Serieus? Jongens, dat knip ik hier heel even uit. Ik bedoel, kom op, het is maar een mop. Oh,
Ze zijn al gearriveerd hoor. Ik knip dit heel eventjes eruit. Ik zie jullie in een seconde. Ik kan het gewoon niet geloven, hè. Echt, we hebben zoveel van die goblin invasions gehad. Echt gewoon verschrikkelijk veel. Deze die mag van mij hierbij hangen. Echt, ik vind hem gaaf. Maar die hebben we zoveel gehad. En het enige wat we krijgen is een stomme goblin army. Ik bedoel, we hebben in deze hele playthrough hebben we pas 1 solar eclipse gehad. We hebben 0 pirate invasions gehad. Blood Moon komt alleen maar op de meest onlogische momenten. Echt, ugh. Nou, er is nog 1 ding wat ik wil doen in deze aflevering. En de rest gaat er in de offscreen dingen. Zoals bijvoorbeeld, ik heb eventjes wat research gedaan. We hebben 2 keer de Necromancer scroll nodig. Jammer genoeg. Maar dat doe ik allemaal in de offscreen farming. Dus er gaat heel erg veel farming komen. Dus ik moet heel veel pumpkin moons apart doen. Maar ja, dat neem ik wel allemaal op. Dus mocht er iets specifieks gebeuren, dan zullen jullie dat sowieso wel zien in de aflevering van maandag. Maar goed, ik ga heel eventjes iets van bouwspul even meenemen. En ik zie jullie in een seconde. Oké, waar je voor wil zorgen is, je wil een huisje hebben in de jungle. Dat is een van de belangrijkste dingen die we dus zeg maar moeten doen. Nou, we zien dat er heel erg veel doodles hier boven staan. Maar wat we willen doen is, we willen de voodoo dude, de witch doctor, OOIOOAA, die willen wij dus zeg maar hierin plaatsen. Dus, wat wij nou gaan doen, is heel eventjes terug naar basis. En echt die dingen, ik word er helemaal gek van. Stuiteren en top. Weg, allemaal, hop, weg. Scherm. Ik weet niet wie ze moet scheren, maar scherm. Goed, wat we dus nou nog moeten bij ons hebben, is 1 heel belangrijk aspect. We hebben geen living wood meer nodig. Wat we nodig hebben, is sowieso... weet je wel, jij mag die hebben, van mijn part. Maakt mij het uit. We hebben de pygmy staff nodig. Dat is dat die we gebruikt hebben om de skullkit op te roepen. Die moeten we in onze inventory hebben. Dat sowieso, heel belangrijk. Dus even kijken, waar hebben we hem? Pygmy. Heb ik die verkocht? Nee, zeg maar niet dat ik die verkocht heb. Nee, die heb ik op de wall of flashback. Oh, ik was even bang dat ik die verkocht had. Oh. Daar, dit is hem. Die moeten we dus zeg maar in onze inventory hebben. Op het moment dat we dus nou bij de jungle komen, het moet avond hiervoor zijn om dit te laten werken. Heb ik nog geld bij me? Oh, ik heb een platinum coin bij me. Waar maak ik me druk om? Dus ik loop heel eventjes terug. Zeg maar. Oh, hij loopt er al naartoe. Nou, dan loop ik heel eventjes de andere kant op. Dan spant hij daar automatisch. Maar ik zie jullie dus zeg maar bij onze witch doctor huis in de jungle. At night. Tot zo. Typisch. Normaal gesproken spant hij er gewoon in. Nee hoor, hij is slain door een of andere maloot. Nou ja, het is nog dag, dus hij kan nog spawnen. Ah, echt hè. Die let's play vloek op sommige momenten. Je wordt er helemaal gek van. Oké, nou door een hele dag en nacht cycle te hebben gewacht, is het eindelijk nacht en zit hij eindelijk in het huisje waar dat hij thuis hoort. Als je dan met hem gaat praten, dan verkoopt hij 2 hele belangrijke items die we nodig gaan hebben voor ons summon armor. 1 daarvan is de pygmy necklace. De pygmy necklace zorgt ervoor dat je weer een extra minion zou kunnen oproepen. Dus die wil je zeker kopen. Nou, dat is 1 van de dingen die we willen hebben. Dan heb je ook nog de Hercules Beetle. Increase the damage of your minions by 15% in een knockback. Die we moeten combineren samen met de Necromancer Scroll die we nog niet hebben. Daarvoor hebben we de 2 nodig. Dus die 2 wil je zeker van hem kopen. Nou kun je zeg maar ook van hem het complete Tiki Armor halen. Dat zorgt ervoor dat je 4 summons erbij kan halen. Dus wil je voor summons gaan, dan kun je dus zeg maar een extra summon erbij gooien. Maar het beste is nog altijd zeg maar de de wood die je krijgt van de andere. Omdat zeg maar, ja, die zorgt voor meer damage. Dus je kunt kiezen of je doet minder damage, maar je krijgt er een extra summon bij. Of je doet meer damage met je summons die je oproept. Dus je kunt voor een tiki armor gaan, maar het is niet het ultimate armor. Laten we het daar gewoon op houden. Maar goed, we hebben dus nu eindelijk die 2 dingen gekocht die we dus nodig hebben voor de summonzooi. Oh, echt, die legt playbook af en toe. En ik wil het daar eigenlijk best wel gaan laten. Weet je wat, ik denk dat ik de summonzooi hierin doe. Ik wil het nog even mooi organiseren waar ik alle accessoires en alles in ga doen en alles. Dus dat doe ik nog mooi af organiseren. Dus, offscreen opname. Dus daar krijg je een frame van te zien in de aflevering van maandag. Dan krijg je dus een kleine opname te zien. Dat je dus zeg maar dat we die items te pakken gaan krijgen. Ligt eraan hoe lang dat ik ermee bezig ben om te farmen. Deze aflevering die duurde ook gigantisch lang.
Maar we hebben behoorlijk veel voor elkaar gekregen, dus ik vind het wel een geslaagde aflevering. Dus, eerste comment van de dag, die komt van Squirtle Gameplay en die had geschreven: is het mogelijk dat je in een large world twee jungles aan beide kanten hebt? Want ik kan nu niks doen. Komt de jungle niet door en in mijn winkel en... In mijn winkel. En in mijn wereld en heb mijn caves al helemaal leeg. Nou, de caves die gaan sowieso nog heel erg diep. Plus je hebt daar nog eens een keer golden chest die je daar kan vinden. Plus armor die je kunt maken van iron of gold of platinum. Wat je voor stuff ook in je wereld hebt. Maar om je even je vraag te beantwoorden. Een jungle zal altijd aan één van de beide kanten zitten. Dus of links of rechts. En aan de andere kant van de jungle, daar zit dan altijd de dungeon. Dus heb je je jungle aan de rechterkant, dan zit de dungeon aan de linkerkant. En vice versa, precies hetzelfde. Dus, maar in ieder geval, je staat op de, in de flashback huis van Awesome Commons, dus gefeliciteerd daarvoor. Nou, ik hoop jullie morgen te zien bij de livestream van 6 uur. Ik hoop dat Nick erbij is, dan kunnen we misschien weer Terraria de challenge gaan doen. Voor de rest, ja, de Engelse Let's Play is ook nog bezig, maar dat weten jullie ondertussen ook wel. ik weet niet waar ik over moet praten, joh. Ja, ik hoop jullie misschien zaterdag te zien. Zondag ga ik extra, ik denk ook zondag die off-screenshot ga doen. Dus, dat ik dan ook een opnamesessie heb. Hopelijk tot dan de aflevering op tijd gekomen. Maar gisteren was ik ook niet op tijd, omdat deze opnamesessie zo gigantisch lang was. Dus ja, gisteren was die ook enorm lang. Dus ik hoop dat jullie de aflevering leuk vonden. Heb je nog vragen over deze aflevering? Laat het weten in de reacties als je daar tijd voor hebt. Leukste momentje als je daar tijd voor hebt. Altijd handig, altijd bedankt daarvoor. Jullie zijn geweldig. Echt zo enorm bedankt voor de support. Ook de nieuwe subscribers, welkom. Hartelijk bedankt voor jullie support. Ik hoop jullie allemaal te zien, want volgende week is de laatste week van Terraria. Laten we het Final Terraria Week noemen. En daar gaan we dan mee beginnen. Dus ik dank jullie voor het kijken, voor alle support. Ik hoop jullie dan allemaal te zien. Dus morgen 6 uur livestream, als je daar de tijd voor hebt. Misschien zie ik jullie daar. Tot dan. Doei!